Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Eva Dekkers en vandaag is het Vaderdag. Ik heb me net al aangekleed eigenlijk, ik ben nog niet beneden geweest. Ik wacht een beetje tot 10 uur ongeveer. Nou, ik kan wel naar beneden, maar ik wacht een beetje tot die tijd. Maar ik ga zo toch wel even naar beneden, anders is het zo rotverkoud dat ik zo lang boven ben. Vindt die niet altijd leuk, denk ik. Maar ik heb mijn koffertje al een beetje ingepakt. En ik moet nog wat inpakken, zoals jullie zien. Dit ga ik straks netjes achterlaten. De gordijn moet volgens mij dicht blijven of zo. Ik heb geen idee. Maar dan ga ik met mijn broers videobellen. Ja, dat ga ik dus doen. Videobellen met mijn broers. En dan komt het moment daar dat ik het cadeautje aan Koen ga geven. Ik ga niet al te hard praten, want misschien hoort hij het wel. Als hij boven is of zo. Ik ben op zolder, hij helemaal beneden, hoop ik. Maar dit ga ik dus wel eventjes opruimen. En jullie zien ook hier een glas drinken staan. Dat drinken heb ik eigenlijk altijd als ik bij iemand ben. Want ik word 's nachts vaak wakker. En ik weet niet waarom. Dat heb ik al vanaf mijn 8e, sinds mijn ouders gingen scheiden. En dat was een beetje geschreeuw en gedoe toen, heel erg veel. Maar ik ga daar niet te veel op in. Niet zo leuk moment voor nu. Maar ja, ik word nogal vaak wakker met de droge strot, dan drink ik wat. Soms is het glas leeg en soms niet. Dus ja, het ligt eraan hoe vaak ik wakker word. En ja, ook wel drinken. En nu was ik al om 7 uur wakker en kon niet meer slapen. Dus dat deed ik ook goed. Maar ik ga dit eventjes opruimen. En vandaag gaan we ook nog naar een kennis toe van mij en Co. Hij is ook zijn vrouw verloren helaas. Helaas. Maar dan iets van vorig jaar ergens. Maar ik weet niet meer waar. Wanneer eigenlijk. Maar dat gaan we vandaag gewoon vragen. En ja, ik was altijd hun aan het helpen vroeger. Met van alles. En ze zijn uiteindelijk verhuisd. Maar ja. Is dat toch gebeurd helaas. En we gaan gewoon kijken hoe het met hem gaat. Praten. En, ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Ik ga daar niet vloggen. Tenzij hij wel een beeld wil. Dat weet ik niet. Maar we zien wel. Dus tot strakjes. Of tot zo. Ja, tot zo. Mijn conditie is best wel goed. Alleen Jennifer moest steeds even stoppen. Ja, vanwege mijn astma. Voor een foto maken, toch? Ja. Vanwege mijn astma. Maar ik heb een boekje meegenomen, het is een hartstikke mooie omgeving. Er zijn natuurlijk ontzettend veel wandel- en fietsmogelijkheden bij. Is dit? Dat is voor jou. Moet je even voorlezen wat er staat? Ja, doe het zelf. Nou, ik kan het wel lezen, hè. Ik zie alleen maar weer kaatsing. Ik weet wat er staat, maar... Oké. Okay. Ja, gaat niet. Nee, gaat het niet. Moet ik voorlezen dan? Mm-hmm. Nou, een bonusvader, dat ben jij, maar... Een bonusvader is zoveel meer dan gewoon een vader. Jij hebt de keuze gemaakt om van mij en mijn broers te houden, terwijl dat niet hoefde. Een betere bonusvader hadden we ons niet kunnen wensen. Je hebt ons misschien niet het leven gegeven, maar je hebt mijn en dat van mijn broers wel veel beter en mooier gemaakt. De band van ons is niet van DNA, maar van liefde. Bedankt dat jij er voor ons bent en wij voor jou. Bedankt dat je van ons houdt als de jouwe. Wij houden ook van jou. Liefs, Kevin, Jeffrey, Justin en Jennifer. Okay. Graag gedaan. Ja, gelukkig weg een beetje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Wie heeft die tekst bedacht of hebben jullie het ergens gevonden? Nou, eigenlijk stond er eerst iets heel anders, maar dat had ik iets van, dat vind ik niet zo heel gepast. En stond eigenlijk maar voor één persoon, zeg maar van één kant. Ik had iets van, nou, ik ga gewoon alles bij elkaar zetten. En van ons, in plaats van ikzelf. Dus ja, ik heb het ook naar Kevin en de rest gestuurd, van hoe vinden jullie het? Is het een goed idee? Ja. Dat is dus weer. Ik moet nog douchen. Je moet nog douchen? Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zit er naast mama. Dat mag. En Koen is er ook bij. Oh, hi. Ja, zit hier mee. Ja. Nou, mijn laptop gaat toch straks weg, dus... Ja, meisje. Ik kan niet kijken.
Mooi hoor, Maud. Dankjewel. Mooi toch? Ja. Daarom deed ik zo geheimzinnig. Eet smakelijk trouwens. En ik heb nog iets voor je. Oké. Moet je dit even vasthouden, anders lukt het me niet om te pakken. Nou, maar, nee, je moet het bij jezelf houden. Ja. Hoi. Hallo. Hallo. Nou, hier staat super blij met een bonuspapa zoals jij. Leuk. En dit is een lampje. Dus okay. Het zijn lampjes, dus die moet je gewoon ergens neerzetten. Nou ja, hij mag nu ook. Zet hem eerst maar naast. Doe ik eerst even zo. En dan moet je die even openmaken. Nou, doe jij het even. Opa, kom. Ja, wat is er? Wil je weer bij ons logeren? Oh. Wanneer? Vandaag? Maar vandaag moet ik ergens anders naartoe. Volgende week? Ja? Oké. Doe ik. Ga je weer... maandag. Nee. Maandag is toch moeilijk. Nou, weet ik niet hoor. Nee, ja. Nee, ik moet nog... ik moet van de week... Dinsdag moet ik wat doen. Maar ik kan het weekend wel komen. Uitsteken. Ja, hè, je krul. Je moet een rondje worden, hè. Doe het eens. Ik kan een lus in de tong. Een lus in de tong? Ja, precies. Zo ja. Zo kan jij het. Wat knap, zeg. Wil je even kijken wat er daar boven kapot ging, Joyce? Dankjewel. Ja, gewoon kan die las ook. Leuk, hè? Ja, leuke cadeautjes. Ja, heel leuk cadeautjes, echt. Zo. Weer een beetje netjes gemaakt hier zo. En nu ziet het er ook veel beter uit. Zoals jullie zagen, Ko vond het zodanig mooi dat hij emotioneel werd. Maar dat is ook wel logisch, na zoveel tijd. En ik ben blij dat ik het heb kunnen geven. Ook al konden de andere twee niet mee bellen. Volgens mij lagen die nog op één oor. En ik had het nog zo gezegd. Nou ja, dat geeft niet. Ko is nu lekker douchen. En ik ben net een beetje gaan opruimen alles. Ko brengt voor mij het koffertje naar beneden. Want ik durf niet met het koffertje naar beneden te lopen van die trap. Dat vind ik eng. Dus ja. En ja, ik ben gewoon blij dat ik het heb kunnen geven. En jullie hebben ook de tekst gehoord, ook een paar dagen terug. Dus ik hoop dat jullie het ook een mooi iets vonden. En ja, wij gaan zo meteen even naar Lelystad reizen. Ja, daar gaan we heen. Want onze buurman van die toen boven ons woonde, die is toen gaan verhuizen met zijn vrouw. En nu is hij daar. Helaas alleen, maar... Tenzij die weer huisdieren heeft, geen idee. Maar ja, wij gaan ervoor zo. Lekker reizen. Yahoo! En daarna ga ik naar huis. En Vince zei tegen mij maand tot maandag. Dus het kan zijn dat ik hem maandag weer zie of dinsdag. Geen idee. Maar ja, we doen ons best. We doen geheel ons best. En dat is ook de laatste keer dat ik de visjes weer zie. Zou die vis al bevallen zijn eigenlijk? Yo, visie. Visje, ben je al bevallen? Nou, hier is nog een vis. Maar... Gup! Guppie. Waar ben je? Ik kan hem niet echt vinden. Hé, hey, joh, jullie zijn in beeld. Dan moet je niet gaan poepen. Misschien dat ik hem zo tegenkom. Oh, nou, ben jij het? Nee, jij bent het niet. Ofwel, maar volgens mij zag ik hem net wel, maar... Waar is die nou, die vis? Of je bent al bevallen, dat kan ook. Ja, ja. Ik weet alleen niet meer welke het was. Maar dat gaat lekker zo. Nou ja, oké. Zoek je nou. Wat je na tegenkomt op dat bord, blokker! Wel leuk toch? Blokker? Wat was er vroeger in Blokker? Weet ik niet. De winkel Blokker?
Nee, dat waren vroeger volgens mij de Beatles of de Rolling Stones. Het was heel speciaal. Oh? In een veilinggebouw in Blokken. Oh, dat wist ik niet. Maar oké, ik leer steeds meer. Hey, jullie ook eigenlijk door Co. Dan moet jij straks even opzoeken of het de Beatles waren of de Rolling Stones. Oké. Internet. Oké, is goed. Ik ga nu wel even zoeken. Oké. Okay. Aangezien ik weer thuis ben, wil ik ook eigenlijk iets aan jullie laten zien wat ik bij de duinen heb gekocht, zeg maar, bij dat de buur waar we gisteren waren. Even kijken hoor. Nou, dit is het een van die dingen. Dit zijn allemaal edelstenen wat je hierop ziet staan. Ik had er al eentje, maar het probleem was, dat was een zwart-wit. En ik wou graag dit gevoel voelen, zeg maar, bij dit soort dingen. Dus ik zou dit zo kunnen inlijsten of zo'n bit. Ik voel hoe je dat moet doen. Dan moet ik even dat ding zoeken wat ik ook nog meer heb gekocht daar. Ik heb het losgekeurd geloof ik. Maar ja, nou, het maakt niet uit dit. En dat gaat dus in de vitrinekast. Kijk, een schatkistje. En edelstenen. Ik weet nog lang niet welke allemaal het zijn. Maar ik denk dat dit een maansteen of een bergkristal is. Citrien denk ik, deze. Nou ja, het zijn dus heel veel verschillende en dat zit in zo'n schatkistje. Dat heb ik dus gekocht daar, maar dat is niet alles eigenlijk. Want hier zo zitten eigenlijk nog verschillende. Oh, vergeet er eentje uit te halen. Ja, dit is bergkristal. Deze. En dat vind ik zelf heel erg mooi. Ik ben echt gek op edelstenen, zoals jullie weten. Ik weet niet wat voor edelsteen dit is, maar dat stond er wel eerst bij toen ik hem pakte. En mijn vrouw zei dat ik ze wel moest wassen voordat ik ze om zou doen of zo, of weet ik veel wat. Kijk, deze kleine dingetjes heb ik meegenomen. Ik vind het heel erg mooi gewoon. En ik ben er ook heel voorzichtig mee. En ja, hoe noem je dat? Dit is volgens mij agaat of zo, of aventurijn, deze. Maar ik moest ze wassen, want mensen hebben er ook aan gezeten en dan worden ze onrein of zo, dan werken ze niet meer. Maar ja, ik ben gewoon verzot op edelstenen. Ze hebben het er helemaal netjes ingepakt, zo te zien. Blauwe agaat, denk ik, deze. En dan, ja, ze hadden nog veel meer. Ze hadden ook hele grote van dit, maar ik wou niet groot hebben. En ja, ik ben gewoon echt heel blij met dit hoor. Echt waar, ik hou gewoon van edelstenen. En ze krijgen een mooi plekje in de vitrinekast. Mits het nog past. En dat ook. Mits het nog past, mensen. Ja. Dus daar moet ik ook een beetje mee uitkijken. Mits het nog past. Ja. Oh. Ja, toen zat het kastje ervoor. De kas. Ja, weet ik veel. Plantenkas. Ik heb alles daarin gedaan. Nou, eens kijken, de eerste. Die gaat hier. Zo. En deze gaat hier zo, bij die andere blauwe. Ja, die blauwe daar, zo heb ik een keer gekregen voor mijn verjaardag. Deze gaat hier. En dan, deze kan wel hier zo. Deze kan hier. Ik heb nog veel meer edelstenen, maar die passen lang niet allemaal hierin. En hier kan ik niks plaatsen, want dat is van Vince. En dan, ja, waar zou ik deze doen? Even kijken, ik denk wel hier gewoon. Zo, allemaal een mooi plekje gekregen. Past er prima bij. Zo, nu kan die weer dicht. Zo. Nou, dan ga ik zo meteen eventjes eten van mezelf pakken. Ik hoop dat ik het nog over heb. Tenzij Vince alles heeft opgegeten. Dat zou goed kunnen. En de computer stond al die tijd nog aan. Oh. Ja. Ik ga eventjes alles opruimen zoals ik gewoonlijk doe. En naar het toilet. Ik ben nog niet geweest. Ik ben al 10 minuten thuis of zo. Nog niet geweest. Dat doe ik dan zelf. Maar ja. Ik ben thuis in ieder geval. En daar ben ik blij om. Maar het was ook heel erg leuk en gezellig bij Co. Maar nu ben ik weer lekker thuis. En kan ik weer even genieten van thuis. Oké, wel opruimen natuurlijk. Dat ga ik eerst doen. Nou, ik denk dat het toilet belangrijker is.
Het is een beetje donker buiten. Want het ging volgens mij regenen, maar de ding is, weervoorspellingen geven niks aan. Dus ik heb geen idee. Dus tot zo. Nou, Vince vroeg net nog aan mij of ik al thuis ben. En ik zei ja. Toen zei hij, jij zegt, laat ook niks weten. Nou ja, oké. Okay. Je laat het vaak ook niet aan mij weten. Als ik het aan je vraag. Dus nou, een keertje, nu doe ik het even terug. Maar het is gewoon een beetje plagerij zo, vind ik. Of payback, ik heb geen idee. Maar ik heb het gevoel dat hij toch deze kant op komt. We hebben elkaar al sinds donderdagmiddag niet meer gezien. Of donderdagochtend eigenlijk. Op het werk zag ik hem toen nog voor het laatst. En wie weet komt hij vanavond hierheen om mijn knuffeltje te geven. Dat is lief. En er is ook weer even iets rots gebeurd. Mijn bureaustoel is stuk. Helaas, mijn bureaustoel is stuk. Ik denk dat de schroef is afgebroken. Hier zo. Het zou heel goed kunnen. Maar ik denk van wel. En dat is zo zonde. En hij zit zo lekker. En je wilt hem dan gewoon nog niet wegdoen. En dat vind ik zo zonde. Dus ja, ik heb pech. Dus ik denk, oh, ik moet een nieuwe bureaustoel halen. Maar ik had aan de ene kant ook wel het gevoel dat hij stuk zou gaan. Hij is van de kringloop. Maar dat maakt niet uit. Ik heb hem van mijn moeder gekregen. Een keertje voor mijn verjaardag. En ja, dat maakt het juist zo moeilijk. Niet leuk. Maar ja, we hebben ook een groene jas die mijn moeder vaak droeg. En die hebben we ook weg moeten gooien. De kooi heeft dat gedaan. Want dat ding begon het leer los te laten ofzo, als het leer was. Heb ik eigenlijk geen idee wat dat nou echt was. Maar ja, dat groene spul, zeg maar, liet los en kooi heeft hem dus weggegooid. Hij zei, je moeder zou hetzelfde gezegd hebben. Gewoon weggooien als het stuk gaat. Dus ja, helaas. Deze zal denk ik ook wel weg moeten. Maar hij zit zo goed. Dus ik vind het best zonde. Ik deed alleen maar even zo leun, zodat ik beter kon gaan zitten en bam, hij brak af. Maar ja, ik denk niet dat alle stoelen er tegen kunnen. Ik doe dat altijd, ook bij een stoel op mijn werk. Maar ja, hij is al een tijdje oud. Hij is al 6 jaar of zo, sinds hij bij mij is. Maar ik baal wel. Maar ik ben benieuwd of Vince ook deze kant op komt. Hij vroeg het wel, maar of hij nou echt deze kant op komt, geen idee. Ondertussen ben ik een beetje bezig met alles opruimen hier. Oh, ik dacht dat het zijn vader de auto was ervan, maar ja, niet. Nou, ik ga even kijken wat ik nog meer kan doen. Oh ja, ik ga nog verder opruimen, want alle spullen heb ik nog niet echt opgeruimd. Het is 8:30 en ik ben best wel een beetje moe hoor. Maar ik ga mijn best doen. Oh ja, dat schatkistje moet ik ook nog een plekje geven, maar waar? Oh, die kan wel onderin in de vitrinekast. Dat krijgt wel een mooi plekje. Er rijden een aantal auto's voorbij hier. Maar kom maar goed. En kijk eens wie er is aangekomen hier. Ja, daar ben ik weer. Vintje, we moeten echt binnenkort Vintje. De Q&A gaan doen. Vintje? Ja, jij bent groter dan mij, maar dat maakt niet uit. Ja, het moet eraan beginnen. Vince heeft me net gered van een mug. En ik ga zo lekker douchen na jou of zo, of voor jou, weet ik veel. Ik ben sneller. Ja, ik wil ook best niet gaan douchen, maar ja. Je bent sneller zoals je zegt. Maar ja, ik geloof het in één keer niet. Ja. En we gaan morgen de Carolina Reaper Chocolade Bar Challenge doen. Ja, die moet ook eens een keer gebeuren. Hm. Dus die gaan we samen doen morgen. Hm? En we moeten een keer een aparte Q&A opnemen weer. Een nieuwe. Oh, ik val zo door mensen. Maar jullie zien het, Vince, hier is er weer! Yo! Jo. Jo. Mila Vio. Niet geschikt, kijk, rond de 16 jaar. Ja, ik heb ook een TikTok-grapje gemaakt, maar iedereen vond het te heftig. Ja, er stond bij van. Ik heb een aanhechting gemaakt met iemand. Ja, niet erg of zo verder. En die zei, vertel mij de grootste leugen die je ouders ooit aan jou hebben verteld. En ik zei, dat Sinterklaas niet bestaat, zeg ik zo. Dat Sinterklaas bestaat, zeg ik zo. En iedereen zo, yo, er kijken ook kleine kinderen. Ja, en ik heb iets van, ja. Maar kunnen zij dan Engels? Nou ja, het is zo, ja, Sinterklaas is... Maar dan nog iets, echt waar. Bestaat wel Sinterklaas, ja. Dat bedoel ik niet. Als hun dan lopen te blaten van dat de kleine kinderen kijken, dan kijken de ouders ook niet goed mee. Dat is zo, dan kijken de ouders ook niet goed mee. Want het lijkt mij heel erg sterk dat je een 6-jarige alleen op een telefoon laat kijken. Die komt nog eens porno tegen of zo. Dat kan.
Je weet maar nooit wat ze doen, de kleintjes. Echter. Nee, dat kan echt niet gewoon. Maar dan moet je ook gewoon de kindjes in de gaten houden, vind ik. En niet al meteen een telefoon geven. Dat is te vroeg. Nee, ik vind... Hoe leeft het om een telefoon te kunnen krijgen is, nou ja, als ze naar de middelbare school gaan. Vind ik ook. Minimaal. Goed, dat moet ieder ouder zelf weten. Ja, dat vind ik ook wel. Maar ja. Ik ben geen moeder of wat dan ook, maar ik heb wel altijd een groep van, stel ik raak zwanger, geen telefoon doordat je naar de middelbare school gaat. Wat op joh, ik ben niet zwanger. Kan ook niet. Niet meer doen. Ik had al een droom, hoor. Ja, je kan dromen, maar je gaat soms een beetje te ver met die droom. Hij is helemaal droog. Maar het spekt wat als je had, dan droom ik nog. Oh, ik ben een afgrijzelijk mens. Oké, weet ik dat ook weer. Je houdt van Marco Mazzaro, toch? En ik zing zijn lied voor jou. Alhoewel niet alle liederen toepassend zijn. Nee, jij gaat ook soms wel eens de waarheid zingen en dat is een uitmaakliedje. Ja, nee, best wel dat je van me af wilde. Zo'n leuk ritme. Je hebt een leuk ritme. Ja, ja, goed, meisjes. Jongens en meisjes. Dan zien we later. Vind blijf slaapje doen, yay! Yay, blijf slaapje doen, yay! Je gaat echt niet door, dan ga je kietelen. Ik heb kunnen douchen. Vint gaat nu douchen, maar ik ga dadelijk lekker slapen. Dus jullie hebben weinig vandaag aan ons. Maar morgen gaan we de Carolina Reaper Challenge doen van de chocoladebar. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ik ben ook benieuwd hoor. Ja, ik herhaal weer. Shoot. Ik heb een leuke dag gehad. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En dan hoop ik dat jullie op mij gaan abonneren en een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik heel erg lief vinden. En dan zie ik jullie weer bij een volgende vlog om 2 uur. Dus bij deze weer. Rollato!